Ik zal me anders even voorstellen. Dag, hallo. Talula. Paul. Dag. Hallo, Paul. Hey. Hoe lang wonen jullie al? 31 mei hadden we een jaar geleden sleutel gekregen. Ja. Ja? Dus, okay. Dik een jaar. Ja. Ook Klaasje? En die stad groeit maar. Het zijn de trotse Rotterdamse verhalen. Van vissersdorp tot wereldhaven. Van wederopbouw tot Manhattan aan de Maas. Van prachtig mensenwerk. Wat hebben jullie nou doen besluiten om hier te komen wonen? Hij heeft een baan gekregen in het westen hier. En toen vonden we dit complex. We waren echt meteen verliefd. Het is gewoon zo'n dorpelijk gevoel. En het is gewoon gezellig, want afgelopen weekend zat ik hier. Het Justus van Effen-complex won deze maand de Gulden Phoenix. Een prestigieuze prijs voor het beste Nederlandse renovatieproject van het afgelopen jaar. En terecht, want het voormalige arbeidersparadijs in Rotterdam-West heeft zijn oude glans weer terug. Een modernistisch complex uit de jaren 20 is hier in oude luister hersteld. En hoe? Als je hier in de jaren 90 rondliep, dan waande je in een Rotterdams ghetto. Nu moet het een van de eigentijdse hotspots worden in de voormalige probleemwijk Spangen. Vandaag bekijk ik dus het Justus van Effenblok. Een wooncomplex uit 1922, een voorbeeld van het nieuwe bouwen en toch een oer-Hollands dorp. Ik praat met Arjan Hebli. Hij was als architect betrokken bij de grootscheepse renovatie van het blok. Ja, ik vind het natuurlijk een schitterend complex. Ik ben ermee opgegroeid van begin af aan, van mijn studie. En de eerste dag dat ik onderwijs had, gingen we hier naartoe. En toen was het echt een klap voor mijn kop die ik kreeg. Maar even afgezien daarvan, het is gewoon natuurlijk eigenlijk een monument van volkshuisvesting. Want als je zegt dat er over de hele wereld 10 van dit soort monumenten bestaan, dan hoort het Justus van Effen-complex daar helemaal 100% bij. En ik krijg een rondleiding van twee nieuwe bewoners van het complex, Mark en Matrij. Matrij de Wit, goedemiddag. Ja. Dag. Hallo, Mark de Bruin. Hoe is het om hier te wonen? Nou, het is hier fantastisch wonen. Ja, zoals je ziet is het complex heel mooi gerestaureerd. Veel groen, leuke bewoners. Het geeft echt een thuisgevoel. Wij wonen hier nu ongeveer een jaar. En zoals je ook al hoort, het is hier heel erg rustig. En groen. Dat versterkt wel onze... gevoel van woongenot. Zoals je kunt zien door de verschillende architectuur en zo, dat geeft het toch wel een heel bijzonder effect. De renovatie bracht het complex weer terug naar de jaren 20 van de vorige eeuw. En niet alleen de architectuur. Maar omdat je als bewoner, evenals vroeger, weer deel uitmaakt van een gemeenschap. Eigenlijk was je en ben je hier dorpsbewoner midden in de grote stad. Ja. Dat klopt. Ja. Dat is ook een reden dat we hier zijn komen wonen. Inderdaad, dat gemeenschapsgevoel en weer dat dorpse effect door alle voordeuren die naar elkaar gericht zijn en ook gericht zijn op de binnentuinen. Zodat je inderdaad een woongemeenschap creëert. Precies zoals bijna 100 jaar geleden dus. Arbeiders, meestal van het platteland, kwamen begin vorige eeuw namelijk massaal naar Rotterdam voor een baan in de groeiende haven.
En die nieuwkomers die moesten natuurlijk ergens wonen. Tot die tijd waren het vooral de particulieren die de arbeiderswoningen bouwden. En de overheid die bemoeide zich er nauwelijks mee. Met de woningwet van 1901 verandert dat. Die was bedoeld om de bouw van goede woningen te bevorderen en vormt als het ware het startpunt van de overheidsbemoeienis met de volkshuisvesting. Het begin van de sociale woningbouw, zeg maar. In Rotterdam werd onder andere Spangen aangewezen als een plek waar gebouwd moest worden. Vervolgens was er een enorme bevlogen directeur van het woningbedrijf. En die heeft hele vooraanstaande toen architecten uitgenodigd om hier woningbouwplannen voor te maken. Waaronder onder andere J.J.P. Oud, maar ook Michiel Brinkman. En die mocht dit blok ontwerpen, of die mocht eigenlijk twee blokken ontwerpen. En die heeft daar toen één blok van gemaakt. Michiel Brinkman was een Rotterdams architect en één van de grondleggers van het nieuwe bouwen. En Brinkman voegde dus twee blokken samen en verdeelde die weer onder in verschillende hoven, kleine en grote, en een dorpsstraatje. Allemaal aaneengesloten door deze kenmerkende poorten. En hiermee creëerde hij een gevarieerde woonomgeving die inspeelde op wisselende woonbehoeften. Hij bouwde kwalitatief goede arbeiderswoningen en introduceerde een aantal on-Hollandse elementen, zoals platte daken en zelfs internationaal opzienbarend een heuse galerij voor de bovenwoningen. Maar dat ontwerp was zo revolutionair dat de Rotterdamse politiek het even op zich in moest laten werken. Dit was inderdaad nog nooit op zo'n schaal vertoond. En het was wel bijzonder, dat waren 264 woningen. En dat was voor veel mensen toch ook wel de reden om overstag te gaan. Omdat het in één keer echt een substantieel hoeveelheid huizen aan Rotterdam toevoegde. Maar ondanks het revolutionaire karakter en de moderne voorzieningen wist Brinkman het complex met zijn bakstenen en groene deuren aan de binnenzijde toch een dorpskarakter te geven en voelden de eerste bewoners zich hier direct thuis. Als je hier binnenkomt, je opkomt dan, dan krijg je echt het idee van je bent in een dorp. En met dorp bedoel ik ook dat de eenheid onder mensen heel anders is dan in de stad zelf. Is de wijk een beetje... Dus meestal kwamen ze natuurlijk van het platteland af, Brabant en Zeeland en dergelijke. En hier woonden ze eigenlijk op eenzelfde manier als dat ze ook in daar woonden, hè, in Zeeland en in Brabant. En die wilden die dus ook, hè, dus ook zo van die deuren met zo'n raam eraan vast en zo'n een beetje ja, boerenachtige deur. Dat waren allemaal wel dingen waar hij echt wel over nadacht, dat aansloot bij de belevingswereld van de mensen die hier kwamen te wonen. Hier midden in het complex bouwde Brinkman zijn bijna kasteelachtige badhuis. Hier konden de bewoners zich wassen, want die beschikten natuurlijk niet over een eigen douche. En ze konden hier de was doen met hierboven een speciale droogruimte. Met name dit badhuis werd een centrale ontmoetingsplek en droeg zodoende bij aan bevordering van dat gemeenschapsgevoel. Het is eigenlijk de eerste keer dat we hier naar boven gaan. Voor mij niet. Maar het meest opzienbarend en toen zeer modern was dus de galerij voor de bovenwoningen, de Luchtstraat. Helemaal bijzonder is dat deze galerij zo breed is en als leef- en speelruimte werd beschouwd. Oh ja, kijk eens hier. Kijk Paul, hier kan je goed zien wat nou de bedoeling is van die verhoogde bovenstraat uit de jaren 20. De zogenaamde Luchtstraat, hè? De bedoeling was dat mensen toch een eigen straatgevoel, een eigen straat bij hun voordeur hadden. Dit was dus echt een straat waar de bakkerskar en de melkkar en de leveranciers... Een venstraat. Ja. Dus ook bijvoorbeeld iedereen heeft een...
niet een brievenbus beneden, maar iedereen heeft gewoon een brievenbus in zijn voordeur. Dus de postbode die liep hier ook gewoon over de straat. Ideaal voor spelende kinderen. Ze konden met de bal of met hun fiets. Ze hadden een stoeltje en een tafeltje voor de deur staan. Dat gaf natuurlijk ook weer een hoop gezelligheid op de Bovenstraat. Mensen die met elkaar in contact kwamen. En dat is echt de bedoeling geweest van de Bovenstraat. En dat was ook de intentie om weer ook het collectiviteitsgevoel te creëren. Maar juist deze luchtstraat en die platte daken zorgden in de jaren 20 voor veel rumoer. Beide zaken waren nog niet eerder vertoond in de Nederlandse woningbouwarchitectuur en zouden volgens de critici zelfs leiden tot onzedelijk gedrag. Voornamelijk die platte daken, dat was natuurlijk en on-Hollands. Ze waren bang dat mensen daar gingen zonnebaden bijvoorbeeld. En dat zou kunnen uitlokken tot allerlei onzedelijk gedrag. Dus dat heeft voor nogal wat commotie gezorgd en binnen de gemeenteraad destijds. Het bleek allemaal wel mee te vallen en de eerste bewoners waren juist dolblij met hun luchtstraat. Maar, zoals met alle gebouwen en complexen, veranderen de behoeften met de tijd. En in de jaren 70 voldeed het Justus van Effenblok niet meer aan de wensen van de toenmalige bewoners. In de jaren 70 was het complex heel erg aan het verloederen. En vooral voor wat betreft de bewoning. Toen woonden er hoe langer hoe meer mensen in die eigenlijk heel weinig tot geen binding hadden met het complex. En toen, plus dat ook de woningplattegronden waren natuurlijk niet goed. Er was bijvoorbeeld geen douche en dat soort dingen in, want dat ging in het badhuis natuurlijk. En toen is de stadsvernieuwing geweest. Dat was een enorme tijd in de jaren 80. Die ging heel erg over woonlasten, over het beperkt houden van woonlasten. Dus dat was de focus van de hele stadsvernieuwing. En toen hebben ze alles er van binnen uitgeracht, zeg ik het maar even oneerbiedig. En aan de buitenkant plastic kozijnen gemaakt enzovoort. Maar en ze hadden wel wat gevelherstel gedaan, maar dat vonden ze niet goed eruit zien na verloop van tijd. En toen hebben ze uiteindelijk besloten om het helemaal wit te sausen. Ja, het Justus van Effenblok met zijn karakteristieke bakstenen werd helemaal wit gemaakt. En in het begin had het nog wel wat. Het leek wel een pittoresk Grieks dorpje. Maar al snel werd het vies en lelijk. Het hele idee van Michiel Brinkman viel daarmee ook weg. En ook de charme die dit complex uitstraalt, nu weer, die was daarmee, naar mijn mening, in één klap ook verdwenen. Er kwamen ook nieuwe bewoners, vaak met weinig geld. En het Justus van Effenblok verloederde eigenlijk nog sneller en erger dan voor de renovatie. Rond 2000 besloot de woningbouwcorporatie die het Justuscomplex in bezit heeft, dan ook tot een nieuwe opknapbeurt. We hebben toen een prijsvraag uitgeschreven onder architecten. Die is gewonnen door de combinatie Hebeli Teunissen architecten en Molenaar van Winden architecten. En in de loop van de jaren, want we hebben daar toch nog een jaar of 5-6 over gedaan om die plannen echt uit te werken, kwamen we op het concept 100% nu, 100% monument. Dus dat betekent dat de monumentale waarden van het complex weer in ere hersteld werden. Maar alles moest wel voldoen aan de woonwensen en de eisen van de 21ste eeuw. Toen wij in 2000 de plannen mochten gaan maken voor de vernieuwing, toen was een belangrijk onderdeel ervan dat we in ieder geval dat wit wilden gaan weghalen. En dat hebben we nu gelukkig heel goed is dat gelukt. Ja, geweldig. Ja. Ja, heel mooi gelukt. Ja. Ik vind dat tot op detailniveau hebben ze het weer teruggebracht in de staat zoals het vroeger zeg maar, dus was. Hè. Dus zowel de gevels, de kleurstellingen, als ook bijvoorbeeld de kleur van de voordeuren. De schuiframen niet te vergeten natuurlijk, die houten schuiframen. Dus echt tot dat niveau hebben ze het gewoon teruggebracht. En daarmee hebben ze het complex en charme wel weer teruggegeven. En het gemeenschapsleven is weer terug. Want als je hier nu woont, dan ben je eigenlijk die oude dorpsbewoner van weleer.
dat zit inherent in het plan. En natuurlijk ook met die nu de openbare plantsoenen en ook dat openbare pad langs die woningen. En ook de openbare galerij natuurlijk, is dat duidelijk dat dit een hof is waar je gewoon op een gemeenschappelijke manier woont en met elkaar te maken hebt. He, daar kom je niet omheen. En als je daar niet voor kiest, dan moet je eigenlijk hier ook niet gaan wonen. Zo simpel is het wel. Ik denk dat het als eerste inhoudt is dat je geen mensenvrees moet hebben. Of het erg vindt dat je je buren tegenkomt, want die kom je tegen. Die zie je dus ook. Zeker als je buiten natuurlijk op je balkon zit of lekker op je bankje voor de deur. Je moet niet bang zijn om geen gedachten te zeggen. Maar dat geldt ook als je gewoon buiten op straat loopt. En heel veel mensen lopen langs elkaar heen en die zeggen elkaar nog geen eens gedag. Dat willen wij in ieder geval in het Justuskwartier voorkomen. Nee, dus, dat gebeurt ook niet hier. Mensen zeggen elkaar ook maar gewoon gedag. Ja. Paul, bij deze bewoonster mogen we naar binnen. Oh, dat is aardig. En die heeft twee voordeuren. En ik ga nu hier bellen, maar het kan heel goed dat ze daar open doet. Dus dan loop je hieromheen. Ja, moeten we even hieromheen lopen. Ja. Hey, het is goed. Hey, hallo Tamar. Hallo. Hoi Arjan. Hoi. Nou, je ziet hier wel heel erg goed. Het zijn natuurlijk hele ondiepe huizen. En dat ze maar 6 meter diep zijn, als het ware, binnenwerks. En dat daardoor er ontzettend veel en mooi licht is. Hè? Het is echt een hele lichte woning. Ja, en hier hebben we de klaptrap, zoals die hier ook eigenlijk al zat in 1922. Okay. Die hebben we weer hier hersteld met een contragewicht, een klepel en een apart scharnier. Okay. En hier kan je zo naar de kelder. Nou, en deze trap die liep eigenlijk altijd zo. Die liep door die bouwmuur heen. En daardoor heb je dit rare hoekje. Maar dat was in de tijd van Brinkman eigenlijk ook. Dus dat hebben we weer in ere hersteld. Dit was totaal verwoest, dit hele interieur. En hier heb je dan weer zo'n mooi... Kijk je in één keer naar buiten. Naar een balkonnetje. Waar je hier weer heerlijk naar buiten kan. Goedemiddag. Wat een verrassing. Lekker hè? Ja. In het zonnetje. Een prosecco. Proost. Op het complex en de bewoners. Het gerenoveerde complex is dus nog geen jaar open, maar wordt nu als een merk neergezet. Als een hippe, eigentijdse plek om te wonen. Maar ook als architectonisch en historisch monument om te bezoeken. Dit complex heeft ook als naam gekregen het Justuskwartier. Daar zit een huisstijl bij. Er is een Facebookpagina, een website met filmpjes en allerlei dat soort zaken. En op die manier hebben we toch geprobeerd om de aandacht te vestigen op dit complex. Want het is wel bijzonder dat het Justus van Effen-complex, dat hoort eigenlijk in het rijtje de Kuip van Nellefabriek. Maar bij een breed publiek is dat helemaal niet bekend. Vrij weinig mensen, zeker ook in Rotterdam, weten niet dat dit complex hier stond. Eerlijk gezegd zou ik hier best kunnen wonen. In zo'n prachtig architectonisch wooncomplex, niet ver verwijderd van het centrum van de stad. 10 jaar geleden zou ik dat niet hebben gezegd, want toen zag het er hier heel treurig uit. Het is maar te hopen dat de overheid en de woningbouwcorporaties ook in de toekomst dit soort renovaties zullen realiseren. Niet alleen ontwikkelen we hiermee hippe, moderne woonomgevingen, maar vooral behouden we hier monumentale woningcomplexen die ons iets vertellen over de architectuurgeschiedenis van deze stad.